Vorig jaar won luisteraar Gertie met de actie Doe het voor je 30ste dat we een dag gingen racen. Dat gaan we vandaag doen, maar niet in deze kart. Gertie's droom wordt werkelijkheid, want tijdens Doe het voor je 30ste won zij een dag racen op het circuit in Zandvoort. Gertie, ben je een beetje snelheidsduivel? Ja, ontzettend. Volgens mijn vriendin rijd ik altijd overal te hard. Dus de postbode bij jou in de buurt weet het bijna zeker. Als er weer een boete tussen zit, dan moet hij bij jou door de brievenbus. Ja, eigenlijk wel. Hey, vandaag dus niet in de kart. We gaan in een Ferrari rijden, we gaan in een Lamborghini rijden, we gaan in een Porsche rijden. Heb je zelf een favoriet al? De Lamborghini, absoluut. Je hebt net de drag race achter de rug. Ik moet het toegeven, je hebt hem gewonnen. Tuurlijk, zei ik toch? Je had gelijk, we gaan nu de BMW zitten. Nou Gertie, we hebben de hele middag allerlei auto's gehad. Ferrari, Lamborghini, formuleauto, noem maar op. Wat was de leukste? De Ferrari. Want, wat maakt een Ferrari de topper? Die reed zo ontzettend lekker, dat was echt bizar. Je kan 170 rijden en het voelt alsof je 80 rijdt, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Komt het wel een beetje op neer. Het zit erop, fijn dat je er was. Dank voor het meedoen met Doe het voor je 30ste. Misschien volgend jaar weer, maar jij weet in ieder geval hoe het is nu. En nu mag je weer terug met deze, pas op de flitspalen. Ja, ga ik zeker doen, want de boete, daar zit ik nou net niet op te wachten. Dit was Doe het voor je 30ste.